Deze pantoffels zijn echt mijn base. Dit is even mijn status van het moment. Ik heb echt super veel dingen van United Wardrobe verkocht. En dat ga ik nu allemaal in pakketjes doen. Echt super veel dingen zijn weg. Ik heb er al 2 gedaan en nu nog de rest. Ik heb van die cute pink bags. All done. Ta-ta. Oh my god. Ik snap gewoon niet waarom ik altijd praat voor de bus. Maar ik ben er. Mijn haar is even nog wild, want het is net droog. But we're on our way. Ik ben hier met Mai. Met Mai. En wij gaan zo meteen naar de tasting van de nieuwe Bagels & Beans. En hij is... groen. Right there, het is groen. Zitten er. En kijk, het is echt super cute. Ik heb dus een uitnodiging gekregen om het nieuwe menu te gaan testen. Echt vet leuk. Dit. Ja, dus. En... what is this? What is this? What is this? Ik ben Maya dus aan het overtuigen om dat te gaan nemen, maar eigenlijk durf ik zelf ook niet. Met gedroogde krekels, meelwormen, sprinkhaan, avocado. Er zit avocado in. Maar voor de rest zijn er allemaal normale dingen. Maar deze ja. Ja. We got our smoothies. Yeah. En Mai heeft een shot. She's struggling. Oeh. Yes. Take the shot. Alsof ze niet genoeg shots vannacht heb gehad, ja. Is de jungle juice. Royal jelly shot. Hier zit spinazie, broccoli, avocado, tarwegras, gerstengras, spirulina. Geen idee wat het is. Mango en appelsap. I'm very benieuwd. Ik was alsof ik een poison aan het maken ben. Wil je naar mij nu proberen? Changing. Het is best lekker toch? Het is gewoon heel zoet. Ja. Zullen we deze moeten nemen? Kan toch nog? I'm keeping this one. Oké, onze eerste ronde. We hebben hier pindakaas. En kijk hoe cute dit is. Past echt bij jou. Vet lief, ja. En deze. Dit is de Awesome Prana met hummus, avocado, pindakaas. En dit is de pindakaas. De peanut butter. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Crucial. Crucial. De pindakaas is echt super lekker. Deze zie hier. Ja, lekker hè? Oké, we gaan dus voor ronde 2. En zij forceert mij om dit te eten. Ik support je. Girls support girls. Nee, maar niet. Je gaat er ook even mee, hoor. Dus de veerster zei dat ze het gisteren had geprobeerd en ze vond het super lekker. Ja, het moet naar zoutjes smaken. Knapperige zoutjes. Sorry, maar dan heb ik liever een zak chips of zo. Bananen. Ja, maar we gaan het gewoon proberen. Oké, dat is super lekker. You will thank me. Look at that face when the bagel. Dankjewel. Yum. Dit is net binnengekomen. Ja. Positive vibes. Positive vibes. En ze zeggen dat het heel lekker is, maar we hebben onze twijfels. Maar we gaan ervoor. Ja, heel veel cream cheese. Nee, ik wil echt eentje zo. Kijk mijn krekel. Oké, okay, ja? 3, 2, 1. Het is best lekker. Ja, de cream cheese. Ja. Het is echt gewoon het idee. Dus het eten, dat is het idee. Helemaal gek maakt. Ja, dat heb ik ook. Oh, dit is zo lekker. Ik denk gewoon dat dit een zoutje is, oké? Okay? Doe het nou. Ja. Oké, 3, 2, let's go. Misschien moeten we hierna naar It gaan of zo. Zeker niet. Oh. Kijk. We zijn wel misschien pussy, maar we hebben het wel geprobeerd. Ja. We kunnen niet zeggen dat we het niet hebben geprobeerd. Behalve meneer Sprinkhaan, die hier dood ligt te gaan. Ja, die. Steeds blij met die jas. Ja. Deze jas heb ik met Mai gekocht, want zij heeft mij overgehaald.
Want ik was aan, ja, want ik was aan het twijfelen om deze teddy te kopen, maar hij was echt too pretty. Dit is onze shootplak. Ik viel bijna. Gaan we weer shooten? Hij doet het weer. Oké, ik ben weer thuis. Het was echt super gezellig met mij. En ik wil Aesjes, Bagels en Beans heel erg bedanken dat wij jullie nieuwe menukaart mochten uitproberen. En het was echt super lekker. Alleen de bagels met de bugs waren niet echt, niet echt ons ding. Het is nu 5:30, dus ik ga zo meteen lekker koken. Ik heb echt nog geen idee wat ik ga koken. We gaan even naar mijn koelkast. Into de koelkast. Oh! Ik had nog van gisteren iets. Yay. Ga ik dit doen. Ga ik opwarmen. En dan doe ik lekker sla erbij. Badjasje aangedaan. Een lekker salade aanmaken. Hier is paprika met sla. En dit heeft mijn lieve mama gisteren gemaakt. Dus ik ben het lekker aan het opwarmen. Zijn we weer aan het eten? Vandaag geen bugs, geen wormen. Nee, mensen gaan echt denken. We zijn echt vreedzakken ook gewoon. Dit is niet dezelfde dag, oké? Okay? Ja, dan moeten we. Ja, ik zie hier heel anders uit. Lijkt een heel andere persoon. Joy! Cheers, cheers! Laten zien wat ik allemaal heb gekocht uiteindelijk. First of all ben ik naar de basement sale gegaan van Imagine. En dat is echt zo'n vet leuk winkeltje in Rotterdam. Je moet er echt heen. Blauwe topje. Dan, oh mijn god, deze. Nee, hold up. Holy shit, richt zo hard. Kijk, het is zeg maar zo. Kun je het zien? I don't know. Zo lang. En dan hier is gewoon maar zo'n wasting. Hij is echt, oh my god, I love it. Deze schoen heb ik gehaald. Ik dacht, waarom pas ik ze niet gewoon? Hij heeft zeg maar zo hier open toe. En zo. En dan met zo'n blokhak. I love it. Ze staan echt super leuk. Maar 7 euro. 7 euro. Dat kan je toch echt niet laten staan. En ik dacht, deze met die dress. Ik was nog bij de tuinen geweest. En toen had ik deze shampoo gekocht. Deze is super chill. Deze is echt goed. De flare pants die jullie in de video zagen had ik gelijk aangedaan. En die heb ik dus sowieso gekocht. Dat was echt te leuk. En ik heb deze bralet gehaald. I love it. En kijk de achterkant. Oh my god. Wacht, ik weet niet of het ziet. Wacht zo. Details hier vind ik super leuk. Ik vind mooi. Tada! Laat me trouwens even in de comments weten of jullie langere vlogs leuk vinden. Of moet ik ze apart doen. I don't know. Deze gekocht. Vet leuk. En hij was maar 5 euro. Dus super leuk. En ik dacht met die flare pants zo. En dan met dit. Super cute. Ik heb dit jurkje gekocht. Ik draag nooit Bordeaux. En dit is toch wel heel erg Bordeaux. Hij is best wel strak. Maar ik vind hem echt super leuk. Panty eronder. En you're done. Het is een kropt lange mouw. Die dus vind ik heel erg leuk. En dan als laatste heb ik nog een bloemenprint gehaald. Maar deze vind ik ook echt, echt super leuk. Ook voor events of festivals volgend jaar. Maar ik denk dat ik hem gewoon bij events aan ga doen. Dit tuniekje en hij zit zeg maar zo. Dit is zeg maar open. En dan is hij zo met een broekje. Hij heeft dus een open rug. Super leuk. En hij staat ook echt vet leuk. Wacht, kijk even mijn setup. Kijk, hij is ook zo. Oké, het is nu 4:30. Ik heb om 7:00 afgesproken met Jasna. Dus ik ga eigenlijk nu deze vlog ga ik editen. En een beetje opruimen hier zo, want het is wel echt een beetje een teringzooi. Die wasmand ligt hier, dus dat moet ik ook nog doen. Dan omkleden en dan naar de stad. Woop,
Hi. Hi. We zijn in de regen en we zoeken naar een wijn. We zoeken naar even een leuk barretje of zo, maar het is gewoon niet echt succes, nee.